Een hele goede morgen. Jordi ligt lekker in de box te spelen. We zijn al naar de winkel geweest. Ik heb voor de komende paar dagen boodschappen gehaald. Ik heb mijn breuk getild, maar ik heb het wel allemaal in huis. Zodat we in ieder geval tot na oud opnieuw lekker thuis kunnen zijn en alles. Ik heb ook spullen gehaald om wafels vanavond te bakken. Dat is een soort van traditie voor oud opnieuw hier. Dat doe ik elk jaar. In plaats van oliebollen. Ik vind dat persoonlijk lekkerder. Dus ja, vandaar dat wij dat doen. Jordi krijgt daar zijn fruithapje. En hij is ondertussen lekker aan het spelen. Hé jongen? Lekker spelen hè? Ja! Ja hè? Wat ga je doen? Ja, goed zo. Goed gedaan. Ja. Oefenen, oefenen, oefenen. Lekker oefenen, schat. Ja. Maar goed, ik ga zijn fruithapje even maken en doen. En dan gaan we dat even doen. Ga ik zelf even eten. En dan is het alweer tijd om even te trillen. Want die boodschappen, oei oei oei. Hè toch? Maar goed, hè? Jordi heeft inmiddels zijn middagdutje gedaan. En is wakker. Had je lekker geslapen, hè? Hallo? Dag kleine vent. Ik heb je toch gewoon je wangen. Dat komt echt door kou, hè? En een slapneus zo te zien. Ja. Oh, doe ze maar vertellen. Dan ga ik iets doen wat hij niet leuk vindt. Jawel. Ik ga hem te pakken. Heeft mama hem te pakken? Nog een keertje? Goed zo, heb ik hem te pakken? Laten we eens kijken. Ja, meneer Slotter. Ja. Oh nee, ik heb hem niet te pakken. Ik heb hem niet te pakken. Heb ik hem nu dan? Nou, ik heb Jordi zijn snotje er uiteindelijk goed uitgekregen. Dus daar heeft hij nu geen last meer van. Hij is nu lekker aan het spelen. Heb even zijn luiertje gedaan en alles. En dan gaan we daar soepie doen. Want ik heb meestal ongeveer een tijd dat ik zoiets heb van nou, dan gaan we soep doen. Want anders komt hij met avondeten weer in de problemen. Ik heb ook al 2 soepen gemaakt. Broccoli en courgette soep. Want ik had alleen nog maar wortel en tomatensoep. En ik denk nou, knolselderij kon ik niet vinden zo snel. Dus ik denk, nou, dan maak ik een courgette soep en een broccoli soep. Dan heb ik in ieder geval groene soep er ook bij. Want anders krijg je alleen maar rood en oranje. En dat is voor de poeperij ook niet goed natuurlijk. Dus die heb ik heel eventjes gemaakt. Dan ga ik dadelijk de boerenkool aanzetten. Want we eten boerenkoolstam. Maar eerst hem soep geven. En vanavond wafels bakken. Oh ja, trouwens, ik ben vandaag 30 weken zwanger. De kop af. Ja, je broertje zit al 30 weken bij mama in de buik. Hij denkt bij zijn eigen too much information, wil ik niet weten. Prima, jongen. Dat mag. Dus toevallig is dat vandaag.
En toevallig is het ook 30 december. Dus nou, mooi uitgekiend denk ik dan. Ik zal Niels credits geven. Ik heb Jordis de soep gegeven. Hij zit nu even uit te buiken. Kan hij dadelijk weer spelen. Ik heb het eten aangezet. En ik ben aan het uploaden. En op de een of andere manier duurt hij zo ontzettend lang met uploaden. En ik heb hem al opnieuw aan moeten zetten. Want hij bleef hangen. Dus we moeten maar eens even afwachten hoe dat dit gaat lopen. Dikke maar. Ik kan mij hier een beetje aan ergeren. Maar ik heb alles gewoon goed staan qua internet en alles erop en eraan. Dus ja, het is even afwachten hoe dat het loopt. Jullie heeft lekker met papa gegeten en mama. En is oma Manuel nog even geweest. En oma Boy. En nu is het tijd voor een flesje. En dan gaat Jordi lekker slapen. Ja. Nou, heeft zijn oogjes al toe? Nou, nog niet helemaal hoor. Nee, maar ik denk wel dat hij gaat slapen. In ieder geval hoop ik. Papa is ook zo slaapverwekkend, hè? Ja, normaal als hij bij mama zit, was hij al vertrokken geweest. Maar... Oh ja, tuurlijk. En ik ben bezig met... wafels bakken. Dus dat is mijn gebied vandaag. Niels doet Jordi. En ik doe voedsel. Nou, ik ben klaar met wafels bakken. Dit is het geworden. Bianca heeft ook een paar wafeltjes opgehaald. En ik heb de soep heb ik net met Niels samen in de bakjes gedaan. Dus die doet hij zo de vriezer in. En voor nu is mama klaar. Want meneer Kees vindt het niet meer zo top idee dat ik dit soort dingen doe. Ik wou het leren zeg. Maar goed. Komt uiteindelijk allemaal goed. Ik ga nu bank hangen. En niks meer doen. Want ik denk dat ik anders te veel ga doen. Gelukkig ruimt Niels de keuken op. Een hele goede middag. Hier is iemand gaan zitten in bed. Hallo, ben je gaan zitten? Wauw, goed van jou. Ja. Ik heb vanochtend in een slaapje heb ik het gewoon rustig aan gedaan. Want ik heb gisteren iets te veel gedaan. Dus ik moet een beetje rustig houden. Jordi heeft lekker geslapen. Een paar uurtjes, hè? Ja. Ze zijn hier allemaal nou vuurwerk aan het afsteken. Ja, dus ik had de droger en de wasmachine aangezet. Zodat hij in ieder geval niet zoveel last daarvan had. En dat heeft hem goed gedaan, dus. Hè, jongeman? Ja. Deed het goed? Ja. Hallo. Wat ga je doen? Hey, daar heb je Jordi. Ja. En hij gaat er weer bij zitten. Wat goed van jou. Ja. Ik ga deze kleine guppy even uit bed halen. En dan even zijn luiertje doen en even knuffelen. En daarna eventjes een soepje geven. En toen was papa eerder thuis. De boe? Wat is de boe? Papa was eerder thuis gekomen, hè? Pantje? Dat had mama niet verwacht. Ja, Niels had oliebollen meegebracht. Ik heb de oliebollen. Ja! Boe. Ben je aan het doen? Ben je kar aan het meenemen? Hij is zijn kar aan het meenemen, Niels. Dus alsjeblieft even aan de kant voordat ik paniek raak. Zo. Ik ga zo eten koken en dan
Laat oud opnieuw maar beginnen. Lekker met z'n drietjes. Ja, viertjes. Anders kijk ik daar ook op mijn donder. Wij hebben gegeten, gedronken, alles erop en eraan wat je maar kan verzinnen. Jordi krijgt nu zijn flesje, want die was niet meer te genieten, toch? Mm-hmm. En die gaat dadelijk lekker slapen. Zolang die wordt waarschijnlijk volgend jaar pas weer wakker. Ja, maar als hij nou zeg maar tegen 12 uur wakker wordt, dan prima. Maar wordt hij niet wakker, we gaan hem ook niet wakker maken, toch? Nee. Nee. Dus, ja. Laten we de avond beginnen. Oh, we hebben trouwens ook nog een foto gemaakt. Staat op onze Instagram. Om iedereen gelukkig nieuwjaar te wensen, in ieder geval. En mocht je ons nog niet volgen, daar komt altijd informatie op te staan over of de vlog, als de vlog sowieso niet online kan komen, of om welke reden dan ook, staat daar altijd informatie. Dus, maar in ieder geval, wij gaan oudjaarsavond vieren met z'n tweeën, drieën, misschien wel vieren. Sowieso met z'n drieën, want het was kleine Kees is er ook bij, zo te voelen. Want die kreeg ik alweer stampen van. Dus maar goed, Jordi gaat lekker dus zijn bedje in. En we gaan kijken hoe de avond loopt. Hé papa? Ja. Hier is er eentje wakker. En hij was helemaal aan het huilen. Totdat ik op mijn telefoon een filmpje aanzette. Hij had gewoon een drift van een bekende juffrouw. En toen begon hij ineens te lachen. Hij had gewoon een hele flinke driftbui. En je krijgt hem op dat moment daar ook gewoon niet uit. Dan kun je een uur gaan zitten, maar... Maar papa had het voor elkaar. Ja, papa had het voor elkaar. Maar nu gaat hij even dit filmpje kijken. En dan gaat hij daarna even spelen, maar... Ja. En dan proberen we het later nog een keer. Want ja, hè, met al dat vuurwerk wat hij hoort, daar schrikt hij natuurlijk van. Mm-hmm. Dus dan moet hij misschien wat moeer zijn. Dus, ja, we maken het niet uit, want we hebben toch... Oh nee, maar ons maakt het niet uit. We hebben het al afgesproken samen. Ik denk dat er weinig kinderen een goed ritme hebben met oud en nieuw. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar goed. Het is nu bijna 11:30 en wie is er nog wakker? Jordi! Yay! Al die knalletjes! We hebben ook al lekker wat gesnackt hier. En Niels een biertje staat in de weg. Hij is lekker aan het spelen. Al de hele avond hè papa? Ja. Ja. Dus ja, we hebben dit nog nooit meegemaakt met Jordi. Nee, gaat huilen. Hij wilde op een bepaalde manier iets doen, maar hij is te moe, dus nee, ja. Hij ja, dat klopt, maar hij is moe. Dus hij
Als je moe bent, is je coördinatie nog slechter. Maar het is alweer goed. Dus, maar ja. Hè? Wachten tot 12 uur en dan hopelijk kunnen we een keer naar bedje. Ik ben moe in ieder geval. Nog een minuutje, Jordi. Ja. Nog 50 seconden. Wauw. Juppie. En nog steeds wakker. Ja, nog 30 secondjes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar! Yay, poppekes! Gelukkig nieuwjaar! Yay! Yay! Namens ons allemaal een gelukkig nieuwjaar. Proost. Proost. Nou, Jordi die ligt nu eindelijk te slapen. Ja. Hij heeft het lang volgehouden, we kregen hem maar niet in slaap. Dus, uiteindelijk was hij zo op en aan het schreeuwen dat papa hem in slaap heeft gekregen met een flesje. Of na het flesje. Nou, hij ligt lekker onder zijn dekentje. En ik hoop dat hij gewoon lekker blijft slapen nu. Dit is ook gelijk het einde van deze ups en downs van 2019. Met een heel klein stukje 2020. Met een heel klein stukje 2020. Wij gaan zo dadelijk ook ons bedje opzoeken, denk ik. Ja. En morgen weer een nieuwe dag. En wat was 2019 een jaar, hè, jongen? Mm-hmm. Ja, dat 2020... nog mooier mag worden. Ja. Gaan we voor. Iedereen wel trusten. En we hopen dat iedereen een super oud opnieuw heeft gehad. En dat iedereen een super 2020 heeft. Vol liefde. Vol gezondheid. Alles wat je maar kan verzinnen wensen wij iedereen toe. Geen slechte dingen. Pas erop. En voor de rest wel trusten. En tot de volgende. Welterusten en tot de volgende.